Er zijn nogal wat stoplichten. Stoplichten voor paarden, ingewikkelde stoplichten, stoplichten voor iedereen. Maar uiteindelijk zijn ze er om ongelukken te voorkomen. Kan dat beter? De gevaarlijkste situaties ontstaan vanaf het moment dat het stoplicht op oranje springt. Of, zoals de overheid het noemt, geeltijd. De helft van de roodlichtovertredingen vindt plaats in de eerste halve seconde nadat het licht op rood is gegaan. Bij oranje zijn er twee typen bestuurders. De stoppers en de doorrijders. En dat is een probleem. Je wordt trouwens niet geboren als doorrijder. Bij druk verkeer rijden mensen eerder door. Of als ze vandaag al vaak hebben moeten wachten. Of als ze niet op tijd vertrokken zijn. Automobilisten noemen dat haast. Terug naar het oranje licht. Er is een tijd waarin mensen kunnen stoppen en een tijd waarin ze willen stoppen. Met een tekort oranje licht kunnen bestuurders niet stoppen en rijden ze massaal door rood. Met een te lang oranje licht willen bestuurders niet stoppen omdat ze niet geloven dat het snel rood wordt. Waar ligt de perfecte balans? Onderzoekers stellen dat een halve seconde langer oranje licht perfect is. Dit is het verschil tussen 3 en 3,5 seconden.